Tom van Hiefte, met wat voor gevoel sta je hier? Ja, met een beetje een dubbel gevoel. Hè. Enerzijds de wedstrijd van afgelopen maandag niet echt verteerd. En dan het nieuws dat we gisteravond hebben meegekregen. Dus ja, goed, dat is iets dat gebeurd is. Daar hebben de mensen die die beslissing hebben genomen, waaronder de trainer, goed over nagedacht, denk ik. En ja, het is met de bedoeling, denk ik, om iets goed eruit te krijgen, om toch weer het positieve naar boven te halen en naar de toekomst toe te kijken. Voelen jullie als spelers je misschien ook schuldig dat René dit besluit heeft genomen of dat de club dit besluit heeft moeten nemen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we daar verantwoordelijk voor zijn. Natuurlijk is het een samenloop van omstandigheden geweest. Ik denk op zich, voor nieuwjaar was er niks aan de hand. Na nieuwjaar zijn we slecht gestart en dan was het een beetje op en neer. En met als spijtige apotheose de wedstrijd van afgelopen maandag. En ja, dat is misschien met een soort van schok-effect dat we nu proberen te creëren. Moeten we gewoon met goede hoop verder kijken en alles in de komende 5 wedstrijden geven om toch met een goed gevoel de na-competitie in te stappen. Is die motivatie er bij de groep nog wel om alles eraan te doen om goed die play-offs in te gaan? Ja, daar twijfel ik niet aan. Ik denk dat wij met de hele spelersgroep nog altijd als doelstelling hebben om te promoveren. Dat was van het begin van het seizoen onze doelstelling. Het kampioenschap dat we moeten laten varen. Maar de play-offs is een nieuwe start. Dus en daar moeten we ten volle in geloven en ook met de volle 100% tegenaan gaan. Nou, hebben er de afgelopen maanden zijn er wat verhalen geweest dat de Tros overhoop zou liggen met een aantal spelers in de selectie. Een aantal ervaren krachten die de afgelopen week op de bank heeft gezet ten faveur van ja, wat jongere spelers die misschien harder wilden werken. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, ik denk niet dat er problemen waren. Dat is ook al gevraagd geweest binnen de spelersgroep. Er is toen altijd vertrouwen uitgesproken van beide kanten. Dus nee, dat zijn wilde verhalen. Dan, daar zei ik niks van aan. Van de spelers had hij niet weggehoeven? Nee, inderdaad. Dat is ook nog afgelopen week besproken geweest. En er was nog altijd van beide kanten genoeg vertrouwen om verder te werken. Maar ik denk dat René gewoon de keuze heeft gemaakt voor de club. En in de hoop dat dit, ja, zoals ik net aangaf, een schok-effect kan teweegbrengen. En dat het met de club eigenlijk weer de goede kant op gaat. En daar moeten wij nu als spelersgroep met de technische staf alles aan doen om dat ook te verwezenlijken. Zodat die keuze wat hij net heeft gemaakt, dat dan ook de goede is geweest. Tros heeft vanochtend afscheid van jullie genomen als hoofdtrainer. Wat heeft hij gezegd? Ja, een beetje zijn hoe dat hij het beleefd heeft de laatste weken en maanden. En dat hij gewoon maar één doel voor ogen had, is eigenlijk de club. Waar hij al lang als speler heeft geweest, nu ook als trainer is gepasseerd. Om die club weer naar de Eredivisie toe te brengen. En hij denkt dat dit de goede keuze is geweest. Nou, hoorde ik van Rick Plum dat er vanmiddag een gesprek komt tussen de nieuwe trainers en een delegatie van de spelersgroep over wat de spelers eventueel willen dat er gaat veranderen. Waar moet ik dan aan denken? Ja, dat moeten we eerst nog even intern bekijken. Ik denk dat zij misschien ook wel hier en daar eens een ander accent. Iedere trainer heeft zijn eigen visie. Hè. En dat zal hier en daar wel wat verschillen van de andere trainer. Dus dat moeten we straks een keer bekijken. Maar wat het juist zal opleveren, dat zal de komende weken hopelijk te zien zijn. Hoe gaan we de komende weken verder? Ja, gewoon alles geven. Ik denk dat ook van ons als spelersgroep mag geëist worden. Dat wij gewoon, zeker na de afgelopen maandag, dat wij een dringend reactie moeten tonen. En dat begint komende zondag tegen Helmond. En zo snel mogelijk die play-offs veiligstellen en dan volop werken naar die play-offs toe. Dat we daar niet te verslaan zijn. Gaat Roda dit seizoen promoveren? Ja. Kort, maar krachtig, ja. Geen twijfel? Nee.